We beginnen in de Kuip, waar rondom de openingswedstrijd van het seizoen tegen Southampton de jaarlijkse reunie van oud-Feyenoorders plaatsvond. Clubiconen uit lang vervlogen tijden kwamen samen en dat is altijd een feest der herkenning. Ik ben in 1963 hier gekomen. Ja, dat was geweldig, dat was enorm. Deze mensen die hier allemaal zitten, die hebben de mooiste tijd meegemaakt. Zo, niet alleen bij Feyenoord, maar gewoon het voetbal op zich. En vooral toen in die tijd van 1976, met die Europa Cup en die Wereldbeek. Ja, dat is, het was ook een team dat was onvoorstelbaar, zo goed. Ja, altijd weer voor de duizendste keer oude verhalen uit de kast. Maar het zien van elkaar is erg leuk. Je bent allemaal, kom je op een leeftijd dat je er ook weer een heleboel gaat missen. Die gaan ze dadelijk allemaal opnoemen. En dat is ook het leven. Maar dit is wel mooi. Heel mooi. Na het borrelen en het bijpraten werd ook de grasmat van de Kuip betreden. Voor de traditionele foto. Altijd mooi, die mannen van toen. Naast de mannen die eigenlijk pas net gestopt zijn. Met het rood-wit dat ze allemaal bindt. Het is altijd leuk om zo'n dag mee te maken inderdaad. Die dagen met de oud Feyenoord is altijd leuk inderdaad. En dit soort dingen met foto's is echt prachtig. Uniek. Ga je gedachten dan weer terug? Naar die kampioenswedstrijd? Het lijkt nog als de dag van gisteren dat je hier gespeeld hebt. Dus de tijd die vliegt snel, maar ja, het zijn gewoon met name hele mooie herinneringen. En ik vind het gewoon heel mooi dat Feyenoord waarde hecht aan oud spelers. En je ziet ook met de interactie met het publiek wat het teweeg brengt. Dus ik denk dat dit soort dingen heel goed zijn voor de club. De reunie is ook altijd het ideale moment om de balans van de voorbereiding van Feyenoord op te maken. Hoe denken de spelers van weleer over het Feyenoord van nu? Ik denk dat ze wel een paar aardige jeugdspelers hebben. Maar ja, er zijn er ook weer bij waarvan ik denk van ja, dat is niet het niveau. Ondanks dat het waarschijnlijk niet eerlijk is om te zeggen van ja, het moet wat hoger niveau zijn. Maar Feyenoord is op dit moment niet zo hoog niveau. Het is nog niet helemaal wat het wezen moet. Ik hoop natuurlijk dat het gaat omkeren en dat ze straks toch een vaste, min of meer vast team zullen krijgen. Waar je misschien nog wel in elke linie een versterking kan krijgen. Ja, het is natuurlijk een beetje rondom de club ook een beetje op bepaalde posities een beetje onrustig geweest. Ik hoop dat, en dat kan mede door de resultaten, dat het weer een beetje de rust komt in de club. Het grote vraagteken boven Berghuis is natuurlijk heel bepalend. Is toch onze beste speler, denk ik. Meest creatieve speler. Jongen die goals kan maken, assist. Dus ja, hopelijk blijft hij. En heb je plan B achter dan, want mocht hij weggaan, dat je dat kon opvangen. Een man waar we altijd met extra veel aandacht naar luisteren is De Kromme. Zeker waar het middenveld betreft heeft Willem van Hanegem een duidelijke voorkeur voor één speler die hij altijd op het formulier zou zetten. Orkun Kuksu. Ja, maar is gewoon een hele goede speler. Dus ik begreep ook vorig jaar niet. Dus als je nu niet speelt, dan moeten we niet gaan zeiken dat Stam hem op moet stellen. Want vorig jaar hebben we de kans gehad om hem een half seizoen te zien toen hij getekend had en toen ineens komt hij niet meer aan bod. Ja, wat het seizoen ons gaat brengen weten we natuurlijk nog niet, maar op basis van de voorbereiding vermoedt iedereen die wij spraken dat Ajax en PSV verder zijn dan dit Feyenoord. En dat moet je gewoon erkennen en dan kan je, net zoals wat Feyenoord deed, kan daar een keer overheen gaan, want ik kan het niet genoeg zeggen als ik voor de tv zit, 6-2 wonnen we van dat grote Ajax, maar dan vliegt Feyenoord bijvoorbeeld weer van Excelsior. En dat kan niet. Feyenoord op dit moment heeft dusdanig weinig geld dat je sowieso niet meer met Ajax kan meten. Nou, PSV is een goede tweede, maar denk ik dat er ook nog een kloofje tussen zit. Raak je nog je beste speler Berghuis kwijt? Hoe is het met Jurgensen gesteld? Hoe gaat de jeugd aanhalen of aanpikken? Gaan we Europees voetbal spelen eindelijk weer eens? Ja, al dat soort vragen heb je op dit moment natuurlijk in je achterhoofd zitten. Van de volgende week gaan we zien wat die prognoses allemaal waard zijn als het seizoen 19-20 echt begint.